Company Info is een scale-up die al 25 jaar bestaat. En we groeien hard. En eigenlijk is onze passie dat wij bedrijven zo compleet mogelijk in kaart willen brengen. En op basis van slimme technologie dat willen aanbieden aan onze klanten. We zijn onderdeel van de FD Media Groep, waar ook FD en BNR toe behoren. We zijn constant bezig met nieuwe technieken, met nieuwe manieren om onze producten te leveren. En het wordt allemaal steeds sneller en gaver. En dat is heel leuk om daar zo dicht tegenaan te zitten. I have a chance to build lots of different skills. That is analytics, engineering, data science, model development and many other things. The atmosphere here is very collaborative and supportive. Everyone's idea is matter. That's very good. Het mooie van Company Info is dat het niet hiërarchisch is. Hier is iedereen gewoon zichzelf. Verder merk ik heel erg doordat de sfeer bij Company Info zo open is, heb je altijd de mogelijkheid om je bij bepaalde projecten aan te sluiten. En dan wordt het enorm gewaardeerd en dan heb je wellicht ook de mogelijkheid om door te groeien binnen de organisatie. Iedereen kan het goed met elkaar vinden en ik denk ook wel dat dat de reden is dat werken bij Company Info leuk is en waarom het ook zo goed werkt hier. We doen ook heel veel leuke dingen buiten werk, onder andere padellen. We gaan een weekend weg met de hele organisatie. Collega's van verschillende landen, verschillende leeftijden, dat maakt het leuk. Ik zit al een hele tijd bij Company Info, dus dat zegt wel genoeg. Je zou bij Company Info moeten overwegen te solliciteren, omdat wij een hardgroeiend bedrijf zijn, waar heel veel nieuwe carrièremogelijkheden ontstaan voor heel veel collega's binnen alle disciplines. We zijn niet zo groot dat we helemaal bureaucratisch en rondslomperig zijn, maar we zijn ook niet zo klein dat er helemaal geen middelen zijn om dingen te doen. Ja, en we hebben gewoon een hele leuke, haast familiaire bedrijfscultuur waarin we echt op elkaar letten, maar ook wel een gemene deler om gewoon met elkaar resultaten neer te zetten en dat ook te vieren.